Nanske. Ik was weer op zoek naar een weblogje van de week, dus ik dacht, laat ik eens eentje nemen uit Vlaanderen. En dan kom ik heel snel bij jou terecht, Nanske, want je doet veel uitstapjes. Je gaat vaak naar Nederland, daar schrijf je over. Je hebt een heel leuk clubje met Vlaamse vriendinnen waar je veel mee op pad gaat. VTM Live, noem het maar op, veel Borsato-uitjes zitten er ook tussen. Hartstikke leuk natuurlijk. Ik zocht natuurlijk een leuk weblogje en ik dacht, nou, die van jou is eigenlijk wel de moeite waard om te noemen. Het is wel zo dat soms je foto's een beetje uit balans getrokken worden. Ik weet niet of dat per ongeluk gaat of dat je Photoshop-programma dat net zo heeft gedaan. Dus daarom zijn foto's die zijn net iets breder en daardoor krijg je een beetje soms een raar gezicht of lange benen of juist korte benen of dik of dun. Dus misschien dat iemand je daarmee kan helpen. Dat is maar een klein tipje. Maar in ieder geval, het is wel zo bijzonder dat je je weblogje van de week bent. En doe al je Vlaamse vriendinnen de groetjes. En inmiddels heb je natuurlijk ook wel wat Nederlandse vriendinnen, vermoed ik zo. Maar in ieder geval wilde ik aan Vlaanderen en aan Nederland laten zien dat jij een bijzonder plekje inneemt bij de Borsato webloggers, want je bent weblog van de week. En dat kunnen ze niet allemaal zeggen. Dus vandaar dat ik dat met heel veel tekst en heel veel opleuk. Maar eigenlijk wil ik gewoon zeggen, hartstikke goed en ga zo door. Ik vind het hartstikke leuk om te lezen over al die uitstapjes die je maakt. Dus ga vooral door en laat iedereen maar zien wat je beleeft. Vul je fotoboek goed. Dat zijn echt leuke logjes. Tot gauw.